Yo kijkers van Megal Mike en vandaag zijn we terug met een nieuwe Mike of Skywars Road to Pro. En deze keer zijn we gewoon op de CubeCraft server. Jij denkt helemaal van wow, rare layout, holy shit. Maar dit is letterlijk gewoon de CubeCraft server. En ze hebben dus nu Skywars en Team Skywars bij elkaar toegevoegd. Tot één ding, waardoor je dus echt, net zoals Hypixel, bij de ene alleen mag teamen, bij de andere echt alleen mag solo playen. Dus solo playen en dan teamen mag niet meer op Skywars. Dus het staat niet echt legit in de regels, maar als het goed is, is het wel de bedoeling dat het niet meer mag. Maar hé, hey, er zijn toch wel één, dus ja, wij kunnen gewoon doen wat we willen. Dat boeit niet zoveel. Een paar dingen hebben ze toegevoegd. Er zijn een paar items toegevoegd. Je hebt nu een emmer water in Minecraft en je hebt nu wat andere spulletjes. Ik weet niet meer precies wat je had. Je hebt nu wel een emmer water. En je hebt wat nieuwe kits. Nou, in ieder geval de kits die we kennen, die zijn er nog. Maar ze hebben bij de nieuwe Kids Scout toegevoegd. En ze hebben dit hele leuke ding toegevoegd. Wat ik al heel graag op zit te wachten. Of al heel graag gewild had. Je kan hier altijd maps kiezen. Maar nu kan je ook Kids plus Abilities. Dan kan je hier links op klikken. En dan ga je quick joinen naar een random match. Naar een random map. Zo kan je dus even snel een match joinen als je dat wil. Dat gaan we dus elke keer doen. Want dan kunnen we gewoon random spelen. Wil je geen Kids, geen Abilities, kan je bij deze doen. Klik wel links, klik niet rechts, anders werkt het niet. En ik klik 3 keer mis. Maar oké. We zitten nu op de nieuwe map, zo te zien. En we zitten op een birdhouse. Dit zijn de nieuwe kits. Wij kunnen wel gewoon verder met de fishermen, want daar waren gebleven. Voor de rest hebben ze scout en volgens mij wat dingen weggehaald en wat dingen toegevoegd. Misschien wat dingen gebuffen, genurfd. Wie weet het allemaal, ik niet. In ieder geval de fisherman kit. Je hebt de visengel, je hebt 5 vis. En het is een useless kit die ik nooit ever zal kiezen. Want ja, ik heb nu ook gewoon een visengel erbij. En ja, wat een kut kit. Ik heb net ook al 2 keer opgenomen Road to Pro. Normaal gesproken zou ik het niet doen, maar hey, 1 keer crashte die server. De 2e keer moest ik OP doen. Volgende potje moest ik basic doen. En toen dacht ik, ja, what the fuck? Hoor ik iemand? Nee, oh jawel, ik hoorde hem wel. Ik wou al zeggen. Maar in ieder geval, ik moest basic doen en ik moest OP doen. Dus daar had ik niet zoveel zin in. En dat vond ik ook niet echt eerlijk. Ik had niet gewonnen hoor, maar wel bijna, maar ik vond het niet eerlijk. Vond ik niet leuk. We hebben geen zwaard trouwens, kijk, dat bedoel ik. Daar heb je dus helemaal geen reet aan die fisherman kit. Je hebt gewoon helemaal niks. Dus dat is gewoon 3 keer kut. Het is gewoon een 3 keer stront kit, laat ik het zo zeggen. Waar is die dude? Ik zie die dude niet. Waar ben je dude? Waar ben je? Oh, daar ben je. Oké. Ik ben fucking verkouden, sorry. Ik heb ook last van mijn keel en ik heb last van mijn neus. Dus als opvangdingetje heb ik hier een zakdoek. Oh, wat? Oké. Achteruit. Achteruit. Oké, daar ben je. Ga eraf, dankjewel. Oké, mooi. Nou, dan heb je tenminste wat aan die visengel kit. Je kan even mensen irriteren. Nou, dat kan je ermee, jongens. Dat kan je ermee. We hebben wat ontdekt. Je kan kut doen met dat ding. Het is ook een van de meest gehate kits ooit. Omdat je gewoon... Het is de meest campy kit ooit. Nou, kijk, ik voel helemaal niks van dat vis, jongen. Rauw vis. Echt serieus. Er stond op cooked. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Maar er stond op cooked. Hey, what the fuck? Nou, doen we dat. Dat ziet er wel mooi uit. In ieder geval, blijkbaar daar is geen kist. Ik dacht dat daar ook een kist zou zijn. Kunnen we iets vinden wat mooi zou zijn? Weet je, we hebben die helmets ook niet nodig. Ik zal trouwens er wel even eentje houden hoor. Daar niet van. Ik zal wel even 1 helmet houden. Ik heb nog steeds trouwens die discussie met de Golden Leggings en de Malian. Maar ik ga er gewoon niet meer op in. Want... ja, het is een discussie van niks. Het slaat helemaal nergens op. Ik zie dat mensen gebruik maken van het water. Het water kan jammer genoeg niet zo ver in de andere servers. Maar het kan redelijk ver. Want normaal gesproken kan het verder. Waardoor zeg maar nog meer kans heb om dat ding te pakken. Ik zie dat deze gozer... niet zijn way dat heb gedaan. Ik zou het trouwens wel leuk vinden als CubeCraft een kit zou maken dat je een bijl hebt. Je hebt natuurlijk wel de Lumberjacks. Maar ik zou het wel vet vinden als je zeg maar echt een bijl hebt. Want een bijl zorgt ervoor dat je meer armor penetration damage doet. Dus beter door je armor heen rampt. En dat is best wel cool. Dat kan. Oh, we hebben trouwens dit ding. Oké, okay, we zijn full diamond op dat leuke dingetje. Nou, we hebben gewoon een leuk wit hoofdje op ons kop zitten. Ik hoop dat het wat doet, maar ik denk het helemaal niet. Het armort best veel, moet ik toegeven. Nog steeds armort het best veel. Maar oké, okay, we zijn niet helemaal full diamond. Maar maakt niet uit. In ieder geval, ik zou het wel vet vinden als we een diamond axe maken. En dat doet even dan meer armor penetration. Want het heeft wel minder range, maar wel armor penetration. Die armor penetration is best wel kapot handig. Als je tegen mensen moet die heel erg tanky zijn, maar niet zo heel veel damage kunnen doen.
Is deze vent het letterlijk dichtgemaakt? Oh nee, hij heeft het niet op met opzet denk ik gedaan. Ofwel. Maar nog steeds hebben we geen zwaard. Dus oh, wat je vraagt kan je krijgen. Oké, mooi. Hier nog iets? Nee, ook niet. Dat is wel jammer. Ik zie er echt fokt op uit. Ik heb trouwens gedoucht en gewaded. Dus ik kom net terug van school. Was nat. En dus heb ik gedoucht. Dus nu zie ik er kapot fokt op uit. Dus hey, welkom to the world. Oh nee, dat ga je niet menen. Deze vent heeft anti-knockback. Oké. Ik hoop dat ik het kan winnen. Wat? Hoe vaak heb ik dat ding al toegevoegd? Wow. Oh, hij heeft wel knockback. Waarom had hij dan net geen hit? Hoe vaak moet ik een vent slaan tot hij dood is? Jesus. Hoe vaak moest ik die vent slaan? Ik had echt het gevoel of ik die vishengel hit had geraakt. En daarna gewoon had hij gewoon wel weer knockback. Dus ik denk een server glitch. Maar CubeCraft, ik kan nog steeds zeggen, jullie zijn nog niet gefixt qua lag. Maar qua systeem zijn jullie wel een stuk beter geworden, moet ik toegeven. Dit is trouwens de tweede match die we spelen. De eerste hebben we dus op Birdhouse echt flink verneukt. En ik vond dat niet zo'n hele leuke map, moet ik eerlijk toegeven. Dat was een beetje raar, een beetje... Oh nee, we hebben OP. Hebben we legit OP? Oké, we hebben OP. Dus dat is weg. No OP for me. Weet je, we gaan het gewoon doen op de normale manier. Dus geen basic, geen OP. Gewoon echt alleen normal fisherman kit. Anders vind ik het niet eerlijk. Dit is gewoon trouwens wel de tweede match hoor. Niet dat ik lief en dat gewoon... Dat het dan helemaal verneukt is. Ik heb echt zin trouwens om deze muts op te doen. Ik ben nooit van de muts of de petten. Oh fuck, we beginnen. Kut, heb ik fisherman? Mooi. Ik heb de fisherman. Als ik trouwens geen kit heb gekozen, dan moet ik ook opnieuw. Dan moet ik gewoon de fisherman weer pakken. Ik moet winnen met deze kit. Daar gaat het om. Dus ik moet deze kit equippen. Desnoods gooi ik hem weg. Maar ik wil laten zien hoe je met de fisherman kan spelen. Wat je er precies mee kan doen. Maar zoals ik al zeg, het is useless. Dus er zijn niet heel veel versterkte kanten. Je kan even mensen irriteren en weghouden van je terwijl je aan het regenen bent. Maar voor de rest kan je er ook niet echt heel veel meer mee. Dus ja, dat is een van de tips die je ermee kan doen. Maar hey, je bent een kapot irritant ventje als je dat gaat doen. Ik heb trouwens weer echt geen damage. Oh, trouwens, ik wel. Ik heb het wel. Ik heb wel damage. Ik heb een houten zwaard. Dit is dus bijna even sterk als een diamond. Doet 0,5 minder damage. Natuurlijk heeft die vent weer de armor van de wereld. Klik er even op. Dankjewel. Oh lol, hij is dood. We gaan hem proberen te pakken. Oh, hij is al dood. Mooi. Ik dacht dat die sneeuwballen niet genoeg waren, maar beter wel. Oké, we hebben nu een diamond sword. Ik zit trouwens de hele tijd met die X in mijn handen, maar we hadden gewoon dat houten zwaard. We hadden het gewoon makkelijk aangekund. Zit ik me nu te bedenken. Nou, Castle trouwens. Castle is trouwens ook wel een leuke map. Ik vind alleen niet... Mensen spelen het niet vaak. Dat is wel jammer. Hé, hey, we hebben een boog. Dat is mooi. Dat is zeker mooi. Ik zit even de spulletjes te sorteren. Sorry, ik heb niet echt de fun met deze kit. Sorry daarvoor. Ik heb niet echt de fun die ik normaal gesproken met de kits heb ik met deze niet. Oh, dat is zo naar geluid. Ik denk dat die enchanting bottles veel te hard staan voor mij. Yo. You're fucking kidding me. Net geen level 9. Oké. Okay. Dan word ik doodgemaakt. Wat? Waarom equip ik nooit die zwaarden? Zo. So, that's how to play fisherman, guys. How to play it. Oké, maar we hebben nog steeds geen XP. Oké, dat moeten we wel even fixen. Haha, mooie set. Thank you. dat die denk ik niet zien aankomen. Maar het was wel leuk. Het deed genoeg knockback om hem zeg maar niet op zijn eilandje terug te gooien. Maar ook gewoon niet... Oké, we hebben 2 XP. Hopelijk kunnen we daarmee redden. Het deed niet genoeg. Oké, ja, nu halen we het wel met XP. Nu halen we het wel. Golden Apple trouwens. Beter dat die gozer positief was. En ook van die mensen van, ah, noob, weet je wel. Ik zou het namelijk gezegd hebben. Laat ik het zo even zeggen. Ik had het... Even serieus. Ik heb het hele idee of ik dingen equip aan mijn toolbar. Maar er gebeurt gewoon niks. Ik ga trouwens dat ding even enchanten. Zit hier ook die enchanting table? Staat die hier ook? We kunnen trouwens ook deze weather treffer bijzetten. Dat is misschien wel een slimmer idee. Wacht, we pakken die enchanting table daarvan aan. Goed, dus zat hij op dit eilandje? Of niet? Ja. Oh, wacht, er stond hij al naast. Daarom was het al best wel veel. Ik ben level 9, ik wil al zeggen. Maar ik had inderdaad die dingen niet toegevoegd. Been of Atrapods, wat is dat precies? Is dat volgens mij betere dropping of zo? Dat beter, volgens mij was dat voor betere looting, dacht ik. Ik weet niet precies hoe dat heette. Kunnen we hem snipen? Can we snipe it? No, we can't.
Oké, we gaan trouwens best wel fucked up wezen tegen die dude. Want kijk naar zijn armen, kijk naar mijn armen. Maar de andere kant, wij hebben knockback vent. En hij heeft me eraf gegooid, een of andere fucking manier. Hoe is het fucking mogelijk dat ik niet met een knockback soort hem eraf kan gooien en hij wel een twee flinke hits. Maar dat is de speed kit, guys. De speed kit. Hopelijk kunnen we trouwens nu wel winnen. Zou mooi zijn. Ik wil van deze kit af. Dit is echt de kutste kit ooit. Ik wist niet dat deze map er nog was. Dit is fucking nice. Oh, beter dat deze map er nog is. Ik heb hem nooit meer zien staan sinds een hele lange tijd geleden. Oh, biomes. Beter dat je er nog bent. En ik heb goede items. Oké, dit gaat hem worden. 3 maal scheef zeg je, want dit is hem. Ik ben fucking... Holy shitty moly. Oh god. Dit is leuk. Dit vind ik nou leuk. Kijk jongens, dit is nou een map wat gewoon echt gewoon veel meer gespeeld moet worden. Dit is echt een leuke map, biomes. Dit is echt een toffe map. Oké, we moeten alleen niet doodgaan trouwens, want we hebben volgens mij geen zwaard. Dus we zijn best wel fok... Grappig, Mike. Je hebt wel een zwaard. Oké, trouwens laat ik de fish hebben wel even equip aan mijn... Weet het? En mijn bar. Dan kan ik het tenminste wel meespelen. We hebben trouwens wel wat leuke actie gemaakt met dat ding, maar nog steeds niet echt gewoon van... Wow, geweldig! Het zou trouwens wel mooi zijn als we deze match winnen. Het zijn er nog... Moest tegen 35 mensen en zijn er nog niet heel veel meer. Maar best wel wat mensen dood, zie ik. Ja, dat is kut voor jullie, weet je. Ik heb er geen last van. Oké, daar is de kist. Mooi. Er zijn trouwens ook heel veel mensen die... mooi. Ik wist trouwens niet eens dat dat kon. Dat als zand hierop valt... Ik zal het wel even demonstreren. Dat als zand hierop valt, dat het gewoon kapot gaat door die kist. Dat is best vet. Kijk, als het er al op zit... Kijk, dan kan het niet. Maar als het erop valt, dan is het wat anders. Dan is het andere koek. Hopelijk kunnen we hem eraf snijpen. Dat is mooi. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Oké, sorry man trouwens dat ik je eraf moest snijpen. Maar hé... Hey. Ik heb het wel even mooi gedaan, hè. Kom op, wees trots op me, man. Oké. Wat? Wat doet die vent? Oké, apart. Wat deed die vent? Ik ben trouwens heel erg aan het campen. Sorry. Dat was niet mijn bedoeling. Ik wil trouwens eigenlijk de buitenkant aflopen. Maar de andere kant is dat ook weer niet zo heel handig. Oké, kunnen we hem snipen? Can we snoop it? Go, wolk. Come on. We gaan snoop it. Dus we sukken. Oké, we zijn slecht. Of ik ben slecht, sorry. Ik wil jullie niet verlagen met mijn slechte skills. Daar wil ik jullie niet mee verlagen. Sorry. Oké, er zijn er nog 23 mensen. Dat betekent dat ik er eentje van ben. En nog 22 mensen doodmaken. Nou, dat is niks als je het zo bekijkt. Dat is helemaal niks. Eigenlijk wel. Zijn we er al bijna? Ja, we zijn er. Mooi. Oké. Heeft deze gozer zijn shit opengemaakt? Ik denk het wel, want hij heeft er wel naartoe gebouwd. Dus het lijkt me wel. Ook kan ik er niet heel veel sterker meer op worden. Oh, hier lagen zijn spulletjes. Heeft hij dat niet gezien of wat? Want ik ben full diamond. Ik ben best wel sterk nu. Ik heb nog nooit gehad zo'n goede kist. Even serieus. Ik heb nog nooit zo'n goede kist gehad. Holy shit. Ik ga de buitenkant aflopen zoals ik al zei. Buitenkant overleef je het namelijk het langst. En minste dan ga je sneller dood. Ik hoop trouwens niet dat ik het afgeschoten word. Dat zou ik echt ook kut vinden. Alsjeblieft niet. Dankjewel. Oké. Ja, dat is te laat, vent. Dat is te laat. Hoeveel pijlen hebben wij nog? 9. Wij hebben de boog wel geëquipt. Oké. Nou, ik moet gewoon dat soort dingen weten, jongen. Sorry. Ik moet gewoon weten wat ik wel heb en wat ik niet heb. Niet dat ik opeens heb van waar is mijn zwaard. Weet je, dat ik net ook. Dat is kut. Nou moet ik het hier zo borrelen naar mijn lava. Waarom pakken mensen hun kisten niet? Waarom niet? Wat is de reden om geen kist mee te nemen? Ik ga trouwens wel even deze zo doen en deze weg, want dat heb ik niet nodig. Dat zand kan trouwens ook wel ergens goed voor zijn. Zou ook wel een leuke kit zijn. Dat zand kan je best wel op een leuke manier gebruiken. Qcraft ziet die mogelijkheden niet. Dat is wel jammer. Ik zie die mogelijkheden wel in andere kits. Oké, kom op. Later, man. Sorry. Later. Oké, hij was spullen aan het droppen. Ik weet niet wat hij had. Laten we ook anders even zijn spulletjes weggooien, want daar hebben we niks aan. Hier hebben we zeg maar helemaal niks aan. Ook niks aan. Niks aan. Mooi. 2 bogen wil ik trouwens wel verhouden. Misschien kan ik er eentje met de andere even repairen een keertje. Nou, trouwens is ook niet nodig, maar ik hou hem wel even bij me. We hebben genoeg eten. Maar... We moeten... Oké, zie ik mensen op de buitenkant? Ik niet meer echt. Dus mijn idee is om gewoon niet eens meer naar de buitenkant toe te gaan, maar gewoon naar de binnenkant. Ik zie daar iemand namelijk. We gaan hem snipen. Daar.
Kom op, met één hand. Sterf. Godverdomme. We zijn met de trickshot, oké? Okay? Oké, okay, dan woep. En dan... Het werkt niet. Oké, okay, we gaan hem gewoon verbouwen. We zijn ons echt onze arrows aan het verspillen. We gaan gewoon naar de binnenkant toe. Ik ga niet te lang op de buitenkant hangen. Dan blijft het ook te veel te lange aflevering. Maar... Oké, okay, kom op. We hebben 8 spelers. We moeten er nog 7 doodmaken. En dan kunnen we. Dan kunnen we gewoon winnen. Ik zie 3 mensen vechten op midden. Nou, kijk. Dat is iets wat je graag ziet. We kunnen dus blijkbaar wel naar het midden toe. Als ik 3 mensen zie vechten daar, dan zijn er dus wel bruggen naar het midden toe gebouwd. Dus dat is wel mooi. Oké, okay, mijn speed-up ging af. Kan ik daar zo. En dan zo. Ik moet trouwens wel even veilig spelen. Niet. Oké, okay, daar was nog gesteken. Dat was mooi. Niet te agressief. Ik wil wel een beetje. Oké, okay, daar is nog iemand op buitenkant. Dus ik moet wel oppassen dat ik niet in mijn rug word gesniped. Die kans is namelijk ook weer groot. Ik vraag me trouwens af of die gozer het zo heeft afgebouwd dat ik het trein kan lopen. Volgens mij wel. Ja, kijk eens. Hij heeft het goed afgebouwd. Je hebt het goed gedaan. Oké, okay, waar ben je? Ik zie daar cold blocks. Iemand just died. Oké, okay, ik heb een idee. Nee, niet dat ding eten, niet dat ding eten, niet dat ding eten, niet dat ding eten. Fuck. Ja, dan gaat hij me dood PvP'en. Fuck, 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 fuck. Oh nee, wat ik. Ik had die jump kunnen halen. Ik had die jump kunnen halen, maar ik dacht van nee. Fuck. Jongens, ik ga gewoon de volgende keer verder met Fisherman. Dit is echt een van de moeilijkste kids ooit. Maar ook op biomes is het ook gewoon niet te doen. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik heb hier geen zin meer in om gewoon nog een keer een paar potjes te gaan spelen. We weer proberen. Nee, dit is gewoon klaar. Het is gewoon klaar. We hebben het goed gedaan. We hebben het goed gespeeld. Like deze video als je hem leuk vond. Deel deze video. Tuur op je vrienden, favorieten en al die andere dingen. Vind je mij ook zo slecht? Zet zeker in de comments. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. In ieder geval, check je later.